Zo, dit keer een heel snelle tip rond Lightroom, het gebruik van Lightroom. Je zal zien als je Lightroom opent, hier heb ik nu Lightroom geopend in de library tab, zoals je hier van boven ziet. Ik heb een map geselecteerd, heb ik een aantal foto's. Als ik dan één foto selecteer, ik pak nu deze, naar de ontwikkel tab ga, dan zie je. Dus hier is de ontwikkeltab bovenaan. Dan zie je hier de basic belichtingscorrecties en dergelijke meer. En kleurcorrectie. Maar dan typisch als je gaat naar detail. En bij detail spreken we van. Dus ik kan met deze optie hier. Kan je. Locatie aanpassen. Eigenlijk, dus deze foto is niet ideaal, want de scherpte is eigenlijk meer op de mond dan op de ogen. Of op dit oog is er toch een vreemde bewegingsonscherpte misschien. Dit oog lijkt mij nog scherp. Maar dus, typisch ga je dan, als je in RAW fotografeert, dan heb je alle kwaliteit, alle details. Maar standaard is een RAW afbeelding vrij soft, vrij onscherp. En dat komt omdat de scherpte die we toevoegen aan foto's, aan JPEGs, voornamelijk JPEG foto's, voor print, voor scherm en dergelijke meer, zijn allemaal heel specifiek voor een bepaalde resolutie. Dus eigenlijk moet je die scherpte pas instellen de keer dat je foto naar een JPEG omgezet hebt en naar een bepaalde resolutie. Nu, in RAW kunnen we dan hier onze scherpte, met deze slider kunnen we onze scherpte kiezen. Dus je weet, als je met je muis over de amount gaat, dan kun je met de pijltjes toetsen, dus gewoon naar boven, in stappen van 5 de scherpte vergroten. En dan zie je hier de afbeelding hier scherper en scherper worden. Nu, dit is al veel te scherp. Hier zie je ook dat de ruis enorm toegenomen is. En scherpte en ruis hangen heel hard aan elkaar vast, omdat je voor scherpte de structuur en de korrel naar boven haalt en dus eigenlijk ook de kleinste fouten in ruis. Kijk, je ziet als ik hier naar 150 scherpte ga, dan zie je hier in detail enorm veel ruis, en ook in de foto zie je al veel ruis verschijnen. Dus als ik nu even terug naar een realistischer 45, dan heb je nog de noise reduction, dus de ruis die we daardoor, als ik hier even heel snel, zo is het soft, zo is het een pak scherper. Laat ons 45 had ik, denk ik. Okay, als je dubbelklikt op de amount hier, dan wordt de waarde gereset. En door de highlight en dan de pijltjes toetsen te combineren, kun je de waarde aanpassen. Nu, om die ruis die hier geïntroduceerd is wat weg te werken, kun je dan in luminance, noise reduction hier, kan je dan beetje per beetje de ruis wat verminderen. Als je ziet, als je dan dit volle bak aanzet, dan zie je wel dat er wat onnatuurlijke vlakken verschijnen. Dus het is ook geen wondermiddel, maar je ziet wel hier in de afbeelding dat de ruis nu zo goed als volledig weg is. Nu, in de praktijk denk ik dat ik deze op de ...25 iets in die zin. Misschien 30. Laat het onze 25 aan. Zo, nu, die waarden als je een foto opent, dus laten we hier nu een andere foto openen. Dan zie je dat die waarden een default waarde krijgen. Hier is het 40 voor amount. En voor luminance is dat 20. Die default waarden zijn afhankelijk van de camera of het fototoestel waarmee de foto gemaakt is. In dit geval is dat een. En dat geldt ook voor de andere instellingen trouwens. In dit geval is dat een Nikon D610. Ik heb hier momenteel een Nikon D610. Dan kunnen we in de metadata altijd zien. Als ik in plaats van die Nikon D610, dus hier hadden we 40 en 20. Als ik dan ga naar
een foto gemaakt met de Fujifilm X-Pro1. Dan zie je dat daar andere waarden zijn, namelijk 25 voor een mount van scherpte. En luminance staat op 0, maar ik denk... Ja, de default is 0. Maar die default, dat zijn zogenaamde presets. En die kan jij zelf kiezen ook. Dus te zeggen, je kan die wijzigen. Nu voor de Fujifilm X-Pro1, dat is een vrij, dat is een ongelooflijk scherpe camera. De lenzen zijn goed, maar ook de sensor is zeer goed op dat vlak. Maar stel nu dat ik toch graag zou hebben dat ik vanaf nu altijd met een preset werk van 80 en 40, zeg maar iets. Hè. Dat is over de top, hè. Dat is iets te scherp. Je ziet hier artefacten en zo verschijnen. Het doet bijna zeer aan mijn ogen. Maar goed, als ik dit nu als defaults wil bewaren, dan gebruik ik de option key op mijn Mac keyboard. Dus waar de alt boven staat. En dan zie je dat de reset hier van onder, dus dit was, als ik niet op de alt option klik, is dit de reset. Die wijst naar set default. Dus dat betekent als ik hier nu klik, dan gaat eigenlijk... 80 en 40 en al die andere waarden trouwens voor detail als default ingesteld worden voor, en kijk, dat wordt ook gemeld voor de Fujifilm X-Pro1, dus dat is gebaseerd op op model van camera. En als ik hier nu update to current settings, dan zal die default gewijzigd zijn, dan zal voor elke foto gemaakt met deze camera zullen dit de default waarden zijn. Nu, ik zal het even niet updaten, want die waarden waren niet realistisch. Ik kan ook teruggaan naar de... Als ik hier nu, laat ons terug naar, ik denk, hier hadden we in elk geval 0 staan. Ik denk dat we hier zelf nog geen 40 hadden. Laat het op 25 staan. Nu, dat is dus specifiek aan uw model, dus van camera. Als je nu graag die inzet, dus je kan dat voor detail doen, maar ook voor lenscorrecties, voor effecten, camera calibration en dergelijke meer. Dan kan je voor al die instellingen kan je presets kiezen. Nu, stel dat je graag die presets kiest voor iets specifiekere eigenschappen, bijvoorbeeld je wil die preset voor een bepaalde ISO-waarde, of het alternatief is dat je die preset kiest voor een camera van een bepaald model, maar met dat serienummer. Dat betekent dat als je twee Nikon D610 zou hebben, dat die elk hun eigen presets kunnen hebben, dus dan kun je daar heel ver in gaan. Daarvoor ga je naar, sorry, ik ben iets te snel geweest, naar Lightroom hier bovenaan, de preferences. En dan de tweede tab, dus je opent altijd op de general tab, of op de laatst geopende tab, default is general. Als je naar de tweede tab gaat, de presets hier van boven, dan kun je hier twee opties zien, make default specific to camera serial number. Dat is wat ik bedoelde met als je twee dezelfde camera's hebt met hetzelfde model, dan zullen die dezelfde presets krijgen. Tenzij dat je dit aanvinkt, dan zullen die op basis van serienummer alsnog elk hun eigen presets kunnen hebben. En dan de andere optie is make default specific to camera ISO settings. Dus dat betekent dat als je voor bepaalde hogere ISO-waarden ook andere presets zou gebruiken. Eerlijk gezegd, de ISO-waarden vind ik wel interessant, dus dat ga ik wel aanvinken. Maar dan, serienummer, zover ga ik niet. Ik heb eigenlijk geen twee dezelfde cameramodellen. Dat is meer iets voor professionals die bijvoorbeeld een backup camera van exact hetzelfde model. Goed, bij deze is dat dus aangepast. En dan weet je nu van waar die default waarden hier allemaal komen en hoe je die zelf kunt controleren. Dus ik herhaal heel snel de default waarden hier overal. Al die waarden zijn gebaseerd op je cameramodel, default setting. Je kan, zoals ik net gedaan heb, dat ook specifieker maken naar ISO setting. En je kan de defaults gemakkelijk aanpassen door de alt, de option key te gebruiken op je key, ingedrukt te houden, en dan wijzigt deze reset button naar set default. Dus dan zullen de waarden die je hier gekozen hebt, dus je moet wel eerst de waarden aanpassen natuurlijk, set default,
En hier update to current settings en dan zijn uw waarden. En hier zien we, kijk, we hebben daarnet in de instellingen, de preferences, de ISO ook toegevoegd. Dus dan zie je dat die waarde hier specifiek is voor de X-Pro1 als ik die op ISO 250 gebruik. Voilà, ik denk dat dat een zeer handige tip kan zijn. Bedankt en tot de volgende.